morgen verloren. Het is juist, het is, de zon komt op en je zit er op zee. Er is niks van lawaai. Je kunt door de meeuwen schreeuwen van 100 meter ver. En je ziet dan op een of andere manier die zon daarop komen bovendien. En heel de wereld is van u, man. Al wat je daar ziet is uw eigendom. Dus de zee, alles is het uw. De passie dan met dat paard die door elkaar met zijn kop schudt en die door elkaar uit het water. Het is een belevenis. Want het is... Dus we vinden dus het eerste schrift vinden we terug in 1502. De Duinenabdijk, Kokzijde, waren een 300-tal paters en die leefden dus hier van de omgeving en hadden op de rond de abdij hadden ze dus verschillende vissershuizen geplaatst. Die vissershuizen was er eentje die hier staat en daar woonden IJslandvaarders. Die IJslandvaarders die gingen 6 maanden op zee en die waren 6 maanden thuis. En in de tijd dat ze thuis waren, die 6 maanden, gingen ze naar zee. Ze hadden allemaal een paard en ze gingen dus vissen en ze moesten dus naar de abdij de gevangen garnalen en ook de visjes brengen als huur. De huur van een huis werd betaald met de vangsten. Dat was die periode, dat is de beginperiode, maar achteraf zijn er dus meer en meer duinenboertjes. Er zijn hier duinenboertjes bijgekomen, die duinenboertjes die ook naar zee gingen. En die hadden dus vooral de kleine garnaaltjes, de krabbekjes, de afval van de zee, hadden ze nodig om hun land te bemesten. Ja, ze gebruikten dat als zeevetten, zeggen ze daar tegen hier in het West-Vlaams, zeevetten, dus meststoffen voor het land. En die duinenboertjes die gingen dus regelmatig naar zee en die gingen dus garnaaltjes halen en visjes voor hun eigen gezin en voor de buren allemaal. Maar er was geen verkoop natuurlijk. En er was hier geen toerisme, er was hier ook geen grote bevolking. En iedereen kon wel zelf garnaaltjes gaan halen. En dan zien we dus automatisch komen ze weer terug tot jaren 1800, 1900 zo, dat de toerisme begonnen ontstaan is. Als toerisme begonnen ontstaan is, dan is ook de horeca, de winkeltjes, alles is binnen. En dan is meer de commerciële paardenvisserij een beetje begonnen op die periode. Ja, dat is hier blijven bestaan. Het is blijven bestaan een beetje in de familietraditie. Dat is zo. We hebben dus een periode geweten dat er 57 paardenvissers waren in Duinkerke. In 1963 waren er nog 4. Dat was mijn schoonvader, Mang van Bieleman, Marcel de Drie, Remy de Drie en Kloot zeker, ja. En dan is de zoon van Bieleman en ikzelf al bij mijn schoonvader ook beginnen paardenvissen. En zo is dat naar acht gegaan en dan zijn er nog verschillende mensen die op pensioen komen die passie gekregen hebben en dat is verder. Het is eigenlijk een voortzetting van de vroegere paardenvisserij, is het een uitloper die nu nog bestaat. Een beetje vanuit jezelf, maar uiteindelijk had ik wel het geluk dat mijn vader dat al allemaal deed. Dus... Dat is lekker dat ze zeggen, met de paplepel kunnen inkrijgen. Hè?
Al kleine woorden zei mijn vader al van, hup, allemaal mee. Passie wordt krijgen automaten en dat is, ik weet niet, we hebben het ook goed gezien dat de meeste, de familie met 3-4 kinderen, er al dringend uitsteken, die gaan bij, komen kijken en die zal 2 keer komen en die zal nog een keer komen en de 2 keer erop zit hij op zijn kar en allemaal en 10 jaar later rijden met zijn paard en denk. Je zit er reglementair aan 12 jaar zijn, moet je alleen al met een paard op weg, nog niet met een aanspanning. Maar wel al zo, en vanmiddag 12 jaar worden er al van deur alleen. En dat is een beetje met de keer, ja. Dat had ook niemand meer kiezen, daar had de tijd geweest. Natuurlijk, want de dieren werden verdreven door de machines. Ah ja, ze wonen er niet meer heel de dag op dat veld. Zwoegen en doen, dat het gemakkelijker kon. Ze zijn altijd rapper en meer, maar dat is niet altijd de sleutel tot succes in mijn ogen. Hè. Rapper en meer, hè. Als je heel hoog had, een vrij lage vogel ook aan je hoesting had. Als iemand met een paard op het veld zie werken, zeggen ze, oh, dat is een mooie hobby. En zeggen ze iemand met een tractor, god, dat is veel werk. Dan zeg ik wel omgekeerd, die maar kom, versta mij. Als het regent, staat hij in de regen. Als het waait, staat hij in de wind. En als het warm is, gaat het zweet. En in een machineke kun je perfecte temperatuur regelen, lekker dat hij wilt. Maar er is toch niets plezanter of met dieren werken. Met paard inzetten voor de relatie man en paard, voor er iets uit te halen, hè? Niet gewoon voor toerken te gaan doen. Een paard kan eigenlijk alles, ja. Oh, kan je alles doen. Een paard leren, dat wil zeggen, leren is niet alleen gewoon. Tussen een paard iets gewoon maken en een paard leren, dat is een heel verschil. Een leeuw is een aanvalsdier, een paard is een vluchtdier. Het is niet als je er zo naartoe gaat, dat gaat weglopen. Ja, dat moeten ze eerst leren. Maar als de meesten al wat vertrouwen, dus in die stap klap ik een beetje, het gebit waarmee dat je stuurt. Dan moet je heel verstandig gebruiken, maar dat moet geen pijn doen. Dat moet gewoon een hulpmiddel zijn voor dat paard te doen verstaan wat er moet gebeuren. Zeker geen straftuig. Soms is dat zo'n misopvatting aan de mensen dat zien. Ze pijzen, oei, 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 dat is een nizer. Ja, maar dat is hem juist. Je moet dat correct gebruiken, anders gaat dat paard niet meer willen. Want een dier van 1000 kilo kun je natuurlijk niet tegenhouden met een belachelijk touwtje. En ook dat gebit, dat gaat niet, als die beesten weg wilden, ze weg. En toen, achter een paar weken, alle dagen dat half uurtje of dat uurtje, zijn de hoestingen voor weer mee op stap te gaan. Ze weten dat je ze niet moe maakt. Hè. En toen pakken ze wat meer mee, like bijvoorbeeld een halve dag. Maar toen moet je ze ook weer 2-3 dagen rust geven. Want dat is niet like de mensen. De mensen weten waarom dat ze het doen. Je gaat werken, omdat je vrouw en je kinderen zit met hen en omdat je wel eten kan gaan kopen. Maar dat paard weet niet waarom je wilt dat dat werkt. Hé. En dat het moe komt, ga je dan niet zeggen, ah, morgen moet ik werken voor mijn haver. Ja, nee, ze snapt het niet. Wat ze wel snapt, maar als ze moe komt, dan ga je het niet meer doen. Dus je moet altijd zoeken
Dat is eigenlijk raar. Je moet maken dat ze nooit beu komen. Dat is een beetje hetgene die erachter zit. Want als het beu komt, gaat het stoppen. Ze. Dan is het dan dop. Hè? Paard geleerd over, ja, hoe oud is het? Ze is nu 24 jaar, ze was 4 jaar, 20 jaar geleden, ook wel de tijd van de man. En ik, als je morgen komt, ik zal u erop zetten en ze zal vissen met u. Zij kent dat beter dan gelijk wie. En als jij gaat trouwen proberen van die golf zo te nemen, ze zal met haar, niet met haar kop schudden, maar ze zal de beweging doen dat zij door die golf zo gaat en niet anders. Zij kan, Ramon die kan totaal niks van een paard voor te rijden. Maar dat paard, Mina, die kan alles op dat gebied. En nog paarden, hè, daar paarden van Xavier van Bilemon. Zet daar een kind op en mag hij vast in. Dat paard kent dat. Hè. Dat paard kent dat zodanig goed. Dat eigenlijk, op een ene zin, het enige dat hij moet zeggen, is eigenlijk u en oog. Vooruit en stop. En als je dat kunt zeggen, dan gaat dat paard dat doen. Dat is onvermijdelijk. En de paard is ook een beetje kuddedier op dat moment. Als je met twee, drie paarden zit en zijn er twee die in het water gaat en derde gaan meelopen en zijn, ben je weg. Eigenlijk, je moet eigenlijk geen grote kennis hebben als je een goed paard hebt. Hè, dan ben je al 100 man sterk. Dat paard moet niet lusten naar jou, je moet ook lusten naar dat paard. En zo is leren. Pak je één man met dat paard, die vindt je alles doen met dat paard. Zet er een ander achter, dan kan zien dat dat paard niets gaat doen. Dus in feite, het leren gaat evenveel over die erachter loopt. Dan zijn ze dikwijls aan de probleempaarden zien. Probleempaarden, die dieren zeggen willen. Het is eigenlijk niet moeilijk, maar het is gewoon correct zien. Komt dan altijd neer correct zien. Met de mensen moet je ook correct zijn, met de kinderen ook. Met alles moet je correct zijn. Aan de andere kant, niet reageert gelijk hoe je wilt, ligt dat al veel aan jezelf. Maar je moet wel verstaan. Ik denk dat strand een van de belangrijkste. Uiteindelijk pees ik dat natuurlijk strand in ons tuinkerk een van de belangrijkste is. Dat is meegedacht. Ik weet niet wat je in de boeken gaat lezen, dat is heel wat anders. Misschien. Maar in Oost-Duinkerk is het voordeel Oost-Duinkerk, als je Oost-Duinkerk vanuit de lucht gaat bekijken, dan ligt Oost-Duinkerk in een bocht. En wat maakt die bocht dat het zand van Oost-Duinkerk opkomt? Dus wat hebben we? Zandaanwinst in Oost-Duinkerk in plaats van zandverlies. Maar wat brengt dat ook mee? Dat Oost-Duinkerk 5 lagunes heeft en 5 banken. Het is geen plat strand. En die stranden zijn dus met die lagunes de ideale plaats om de garnalen te komen om die eitjes af te werpen, want de garnaaltje draagt 3 keer eitjes in een jaar. En ze komen dus naar dat warme water in die lagunes. En dan kunt als ze dus soms een keer door die lagunes gaat, dan zie je wemmelingling, al kleine garnaaltjes. En als het water dan terug opkomt, dan worden die terug meegevoerd. En het strand is nog altijd zoals het was over de tijden van de paters. 5 banken, 5 lagunes. En die blijven daar, dat is niet weg. Van ons komen de garnalen heel dicht, juist om die lagunes op te zoeken. En daarom is de Duinkerk nog altijd de ideale plaats om garnalen te vangen. Want in Nederland is kennelijk dat er meer garnalen zijn, meer garnalen, meer boot. Hier in België, minder garnaal, minder boot, natuurlijk, ja, hoe meer dan de zin aan het uphalen. Het moest er zoveel helden brengen, niet zonder hier ook veel zin. Ja, als er niet genoeg van iets zit,
en dat begin kweken. Dus ik ook niet voor, laat de natuur wat zijn werk doen. Moet er maar een beetje minder van eten, he. Ja. Moet er wat kweken, dat kost ik weet niet hoeveel geld surplus. Laat de natuur een beetje gerust, dat komt wel weer goed. En als het niet goed komt, wat ga je eraan doen? Onder de zee zwemmen en de visjes wat zeggen we dat ze moeten gaan? Goed. Oh, oh, oh. Ik zie ze allemaal dood her. Maar hoe moeilijker karakter, hoe liever dat ik het paard zie. Ik weet dat niet waarom. Hoe moeilijker dat gaat, hoe liever dat ik ermee werk. Als een dier niet eerlijk is van karakter, ga je dat recht zien. Een hond toont zijn tanden, een paard legt zijn oren. Maar van een mens ga je het niet zien. Die ga je zodanig... En nee, als je iemand hebt van slecht karakter, je kunt het niet zien. Niet altijd. Van een domme kloot wel. Niet westen, nee. Maar de echte gevaarlijke, dat ga je nooit zien. En van een beest altijd. Dus van een beesten krijg je altijd, als je slecht krijgt, kun je, kwaad moet bestraft worden, goed moet beloond worden. Van een beest heb je altijd een juiste interactie. En van een mens niet. Niet altijd. Je werkt er hele dagen mee bij dat je thuiskomt. Dat is like, dat vroeger de huismoeder thuis bleef om voor de kinderen te zorgen, was misschien een andere situatie bij dat ze nu ook goed gaan werken en dat ze s'avonds zo kindjes maar 2 uurtjes zien. Dus dat ze natuurlijk ja, bederven en doen, hè. Ze zien ze ook nooit meer. Hè. Ze pezen niet meer op correctie. Hè. Maar met de dieren ken dat feitelijk niet altijd correctie, gelijk hoe. Dan zie ik ze maar 1 seconde in haar. Ze gaan moeten doen, gelijk hoe dat hoort. Gelijk hoe dat ik heb gevoed van mijn moeder en mijn vader. De regels moeten gevolgd worden. En de beloning komt toen vanzelf. Maar niet eerst beloond, maar dan... Jo. Jee. Echt vertrouwen en echt respect overwint angst altijd. Altijd, zonder twijfel. Ik ben natuurlijk nog jong, eigenlijk moet ik dat zo niet eng zeggen, ik denk. Maar oh, dat is mijn mening. Ik moet dat niet aanpakken voor waarheid, maar dat is mijn mening. Een beetje vertrouwd raken met de zee. Als je in het water komt, zien ze geen diepte. Paarden zijn bang van water. Waarom? Ze zien niet hoe diep dat is. Uitermate dieptes zitten er niet vooraan op het strand. Hè. Maar je weet zelf hoe diep dat je moet gaan of niet. En als je het vertrouwen van het paard misbruikt, en je wil toch te diep gaan en om een keer zit in een put of het is te veel, ja, maar ja, dat paard gaat niet meer willen, omdat hij niet genoeg gedacht hebt. Ze moeten vertrouwen hebben. Ze moeten, dat is like een kind. Als een kind bang is en hij zit er correct mee, maar correct mee dat we zeggen ja is ja, nee is nee en vertrouwen is vertrouwen. Maar dat vertrouwen en dat respect komt meestal achter dat andere, niet ervoor. Want met snoepjes win je geen vertrouwen. Zeker niet. Je wint juist de manipulatie van de andere kant. Maar dat vertrouwen, als er een golf op komt en ik zeg tegen dat paard naar links, hij gaat naar links gaan. Omdat hij weet dat ik dat niet misbruik. Als je het ene keer wel misbruikt, dan zeg je van, kon ik kijken hoe dat doet. Ja, maar dan is het daar niet. Maar zo rap gaat het. Hè. Zo rap gaat het. Dat zie je soms. Dat is toch te zot om met paard. Ze hebben respect voor het dier. Like een wedstrijd. Geen respect. Een dier kiest er niet altijd voor. Je moet het niet misbruiken. En toch denken ze te veel aan hunzelf. En door egoïsme zullen ze het paard forceren. En het paard wil niet meer. Maar wie ligt dat? Daaraan zie je hoe geweldig dat ze zijn. Maar je moet het nooit verprutsen. Want één keer is genoeg. Hè? En dan gaan ze niet meer willen. En dus het kilo die ton geen vertrouwen meer hebt. Ja, maar toen moeten ze niet klappen van probleempaarden. Hè? Probleem lag bij de vent. De stoefers, de mensen van de boekjes, de fluisteraars, die zo zeggen, oh, ik krijg alles terug goed. Dat is geen waar, jong.
het vertrouwen verbroken is, heel weinig paarden van waar dat echt terugkomt. Ik wil het dan zeggen, klakkeloos, als de hoofd of komt en hij zegt vooruit, dat hij de deur gaat gaan. Nee. Zit in hun achterhoofd. Ze zijn een keer verprutst geweest en ze blijven verprutst. Had je ermee kunnen werken, maar het is nooit met zeggen. Ja. En deze die zeggen van ja, de muf van tv zijn dat zijn leugenaars. Oktober is eigenlijk de maand bij uitstek, ook alle, nu toch, in al die jaren dat we kennen, want het is een beetje met aan het veranderen, dat was heel water, is altijd maar warmer aan het worden. Oktober, november, december, dat zijn de goede maanden, dan zijn de garnalen op zijn dikst, dan hebben we meer vlees. Die man. Maar die man, dat zie je nergens of niks. Dat zie je alleen maar bij het garnaalvest. Een kar, ja, dat zie je overal. Een zadel ook, een gareel ook. Ja, die plastieke kleren, ja, het regen, dat is ook plastieke kleren dan. Dat is het enige verschil, eigenlijk, die man. Die planken. Dat is op een bepaald punt gemaakt, het trekpunt, en die plank openspreiden onder het water. Het paard dat door het water trekt, kan die plank op de grond blijven slepen. Dan spreiden ze open, een meter of 7 ongeveer. Zo wordt het net geopend. En als gewoon weer, dat is ook al veel. Hè? Kunst is voor altijd content te zijn. Hè? Die jongens zijn en nooit content zijn ook. Hè. Dat hebben we van de jaren een beetje gehad. De meisjes moesten een beetje tussenbluffen en ze worden nog aan het kriepen. Hè. Moet toch goed zijn, hè, dus. En ik heb dat geklaagd. Ik had geen frank en kompertang. Maar dat is geen avans. Hè. Dan kan de zee stoeken zo in moet oppakken, lekker dat komt. En niet te veel trunten. Hè. Als je wilt garnalen eten van de paardenvissen, dan moet je rechtstreeks bij hem gaan en dat die aankomen. Maar die zijn ze lekkerst op dat moment. Hè. Soms. Mijn dochter heeft een zaak hier in Pasdijnkerken, dus daar staan we net de visser bij het museum. En als wij op, ja, ik en mijn schoonzoon gaan samen, dat we veel garnalen hebben, en dan ben je goed bevriend met mijn dochter. Dan krijg je tomaatgarnaal met paardengarnaal. En de vriendin helpt hier. En ze helpt hier alle dagen. Verzorging met de paard, met huifkarrerien, meegaan naar zee, de garnaalkroketten en de garnaalsoep dat we maken. Ook een belangrijke sleutel, dat de mensen kopen bij ons. Hey. Alles tezamen. Dat kunnen we alleen niet doen. Ik ga dat blijven doen. Ik er zelfs al verdienen er wat minder mee. Ik ga het daarvoor niet laten. Zolang dat we mijn hoesting hebben voor zaterdag, zondag ook te werken, dat is goed. Ik zie dat mijn vriendinnen me te veel veranderden. Ik wil de zondag niet meer werken, ja, toen is het dan toch niet meer lukken.
Dus we kunnen zeggen dat van 1502 reeds de paardenvisserij hier actief bezig was en nog altijd verder gebeurde tot nu. En ik denk dat het nog zal duren tot 3000 ook. Vele dieren zijn slimmer of de meesten zullen. Ze moeten het maar één keer meemaken voor dat altijd onthouden. En de meesten zijn dikwijls zo rap niet. Je kunt 10 keer tegen dezelfde muur lopen en de 11e keer weer er tegen. Maar de beesten niet. Die onthouden trap. Ho, ho.